Goedemorgen. Daar zijn we weer. Fris en fruitig. Ja, fris. Ik ben wel fruitig. Ik zeg net tegen mezelf. Voordat ik trainde, lag ik uren te voelen. Nu, als ik mijn pet zie, dan ben ik al vertrokken. Ik slaap dan tot een uur of acht. Dan word ik wakker. Wel even met een hoesje, maar wat een ding is. Ik ben vandaag van de week helemaal niks afgevallen. Ik blijf stilstaan. Ik denk zelfs dat er spierkracht bijgekomen is. Dus we gaan het dieet nog maar eventjes nog meer terugbrengen. Naar echt 50 gram koolhydraten. Dus. Wat heb ik vanmorgen? Nou, ik kan geen komkommer eten, dus ik moet een andere zachte groente nemen. En iedereen zegt altijd, tomaat is een vrucht, maar het is echt wel een groente. Ik heb dus een tomaat ontwikkeld met groente. En daarbij heb ik een... Dit is even lastig. Groene smoothie bestaat uit sinaasappelsap. Bleekselderij, wat normaal niet te kauwen is. En eiwitten, instant eiwitten. Daar heb ik het gisteren hartstikke goed op gedaan. Dus ik ga het gewoon vandaag weer proberen. En ik heb er ook weer echt zin in. Nou, een kleine groet van onze vriendin. Dus. Nee, ze wil niet zwaaien. En ik wens u een hele prettige dag. Goedemiddag, daar zijn we weer. Nou, ik ging hier om 9 uur weg, maar... Mijn beste maatje, zijn vrouw, die heeft zijn been gebroken. En ik had hier nog een rolstoel staan van vroeger. Dus... Ik heb er even uitgesleept, dus ik ging om 9:15 naar de sportschool. En daar heb ik tot 12:30 heb ik getraind. Ja, ik zeg we, want mijn maatje was er ook. Mijn trainingsmaatje. En daar zijn we even wat langer doorgegaan. Ik heb 35 minuten op de hamsterband gestaan. 30 minuten... gefietst, 10 minuten geroeid en ik heb oefeningen gedaan, ja. Buikspieroefeningen gedaan en ja, ik ben de hele dag, of tenminste de hele ochtend zijn we bezig geweest met dingen. Dus mijn armen doen me een beetje zeer, die dingen die branden. Maar het is om het eens zo weer over. Wat heb ik als lunch? Nou, ik ga het gewoon proberen. Want op alleen maar eieren, daar word ik ook helemaal gek van. Dat is een salade met haring. Dus ik krijg weer een zootje calorieën en een zootje eiwitten naar binnen. En het is een haring, dus het is vette vis. Dus dat mag. Nou, ik ga vanmiddag even fietsen. Ik neem u mee. En ja, dat was het eventjes. Goedenavond. We zijn aangekomen bij het item. Wat eten we vanavond? We eten vanavond een noedelsoep. Wat gaat daarin? Daar gaat in natuurlijk noedels. Een ui.
Knoflook. Knoflook. 2 groentetabletten. Paksoi en 2 eieren voor de garnering. Sambal oelik. En bamboescheuten. Het wordt weer een Oosters soepje. Oftewel een noedelsoep. Uit China. En we gaan het bereiden. Het is heel simpel. Ui in ringen snijden. Daarna even in de soeppan aanzetten. Knoflook erbij. Wel eventjes de knoflook klein snijden. Dan gaat er 1,5 liter water bij. Dan komen de bamboeschoten erbij. Die moeten wel even uitgelegd wezen. En de sambal gaat erbij. Het is helemaal heel simpel. U kunt het allemaal lezen zometeen. Ik op Facebook, via Facebook. Dus. We gebruiken alleen maar het wit van de paksoi. De bladeren die gebruiken we deze keer niet. De paksoi moet even beetgaar wezen als je de soep kookt. De soep is nu aan het pruttelen. Zoals u ziet, de bamboescheuten, het blikje bamboescheuten zit er al in. Dus, nou, ik ben ook de eieren aan het koken. Dus, het komt helemaal goed. Zo, dan zijn we weer bij het avondeten aangeland. En nu heb ik gezien wat ik ga eten. Een oostersoepje. En ik heb het een beetje aangekleed. Nu krijg je nog een leuker idee van de soep. Kijk, ik heb er een ei, een gekookt ei, door midden gesneden en wat gefrituurde uitjes. Die kun je gewoon kopen bij een elke winkel. Erbij gedaan. En dat is mijn avondeten. Oeps, gleed bijna de selfie stick in de soep. Dan wordt het een soepje geweest. Ik heb vandaag, dat heb ik vanmorgen verteld. Ik heb getraind. Ik zou nog gaan fietsen en ik zou u meenemen, maar het is zulk slecht weer. En ik ga niet mijn cameraatje op spel zetten. Ik ben ondertussen bij een vriendin van mij geweest die gisteravond in de avonddiensten haar voet, been, scheenbeen heb gebroken. Daar had ik vanmorgen de rolstoel, maar ja, mijn rolstoel van vroeger, die was erg breed. En daar kon zij 2 keer in, dus ze heeft een rolstoel in het ziekenhuis gekregen. En ja, ik hoop nu dat het zal een hele tijd lopen. Maar ja, zo heb ik er meer die iets beter voetje hebben, ook op Facebook. Dus ik heb zoiets van, ik heb een geweldige dag gehad. Ik heb 15 kilometer gefietst en het is van het mieze regen, dus je wordt net niet nat en net wel nat. De Friese zouden zeggen, het kent net. Wat ga ik vanavond kijken? Nou, een van mijn favoriete series begint weer, Homeland. Dus die ga ik kijken. Ik ga niet naar de wereld draait door kijken, op die de paal. Zolang het de PvdA televisie is, kijk ik niet. En dat ga ik vanavond doen. Morgen
is het de hele middag rugby en avond. Dus ik heb nog geen kilt, maar anders had ik hem aangetrokken. En ik ben voor de schotten, dus ik hou wel even een flesje schotisch toverdrankje. Ik wens u een prettige avond verder.